Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Welkom namens Thrive Amsterdam en Pakhuis de Zwijger bij de livecast De Mentale Wereld Rond. Het is alweer de vierde aflevering van de reeks Kopzorgen. Mijn naam is Michelle Maduro en ik ben de moderator van deze avond. Ja, de afgelopen weken zijn er een paar donderdagavonden geweest waarbij we bijzondere gesprekken gevoerd hebben over mentale gezondheid. De eerste aflevering begon met een indrukwekkend verhalenavond over mentale gezondheid. De tweede aflevering ging over man-vrouw verschillen in de geestelijke gezondheidszorg. En vorige week gingen we in gesprek met de LHBTQIA+ community over mentale gezondheid. En vanavond gaan we de mentale wereld rond. We gaan het hebben over verschillende culturele perspectieven, maar ook de culturele sensitiviteit. En het gaat er niet om wat goed of fout is, maar het gaat erom wat doen ze over de hele wereld en hoe kunnen we onze kijk daarop nog meer verfijnen. Dit doen we door in gesprek te gaan met diverse hulpverleners, maar ook ervaringsdeskundigen en mensen die hele inspirerende initiatieven hebben ontplooid om juist preventief aan het werk te gaan. Maar niet alleen maar met de gasten die hier zijn doen we dat, live in de studio, maar ook met de gasten op de Zoom. Ik heb een paar sprekers op de Zoom vandaag en die mag ik interviewen en die hebben allemaal hele inspirerende verhalen voor ons. Maar ook jullie thuis mogen meedoen en dat kan als volgt. Je kan dit programma bekijken via de livecast. Maar je hebt ook een Zoom-link op de programmapagina van Pakhuis de Zwijger. En dan ga je naar de Q&A-functie. Dan kan je vragen stellen aan de sprekers. Maar de chat-functie kan je ook gebruiken. En dan kan je in gesprek gaan met andere kijkers. Dus we willen heel graag van jullie horen. Want ja, mentale gezondheid is een heel belangrijk thema. En zoals ik al zei, hier aan tafel heb ik verschillende gasten zitten. Wing Jan Man, welkom. Dank je. Oprichter van 3310 School for Millennials. Mirjam Sarawi, Ik ontmoet mij, welkom. En Samrat Ghane, psycholoog, onderzoeker en voorzitter van de expertgroep. Welkom. Ja, Wing, we gaan met jou beginnen. Kan je ons vertellen, wat heb jij met dit thema? Wat is je affiniteit met dit thema? Met mentale gezondheid? Ja. Persoonlijk heb ik een paar jaar geleden een burn-out meegemaakt. En ik merk dat er veel jonge mensen tegenwoordig, of de mensen die ik om me heen zie, voornamelijk jong professionals en nu ook steeds studenten meer, dat zij ook in een burn-out raken. Of in depressie, of in ieder geval met heel veel stress kampen. En hoe kwam dat, dat je in een burn-out raakte? Wat was daar de... Wat ging eraan vooraf? Ja, dat is een lastige vraag. Het is een combinatie van stress, maar ook vraagstukken waar je mee rondloopt en persoonlijke omstandigheden. Ik denk, waarom ik denk dat veel jonge mensen tegenwoordig in een burn-out raken, is dat wij niet voorbereid zijn op een digitale wereld die zo snel gaat. Ja. En we leren niet op school om te gaan met bijvoorbeeld die keuzestress die we hebben, of de vraag naar waar word ik gelukkig van? Is dit wel wat ik wil doen? Nu natuurlijk met de financiële crisis die gaat komen, of die er al gaande is. Van hoe ga ik dan op zoek naar een baan? Ik heb wel een diploma, maar er zijn zoveel mensen die op zoek zijn nu naar een baan. Ja. En wat was het voor jou? Wat was het voor jou dat echt de emmer deed overlopen? Ja, ik denk voor mij was het echt... ik heb heel lang geprobeerd in de box te leven, zeg maar, in het ideale plaatje, aan het ideale plaatje te voldoen. En dat is met meerdere achtergronden. Dus ik kom van Aziatische achtergrond. En ik heb eigenlijk heel lang geprobeerd om dus in de Nederlandse maatschappij te passen en me aan te passen. En dat
Dat strijden blijkbaar tegen mijn eigen gevoelens in. Daarnaast, ik heb een technische studie gedaan, waar ik een van de weinige dames was in mijn studie. Mm-hmm. En dan was ik eigenlijk ook constant bezig om eigenlijk toch maar in dat mannelijke plaatje te pas om serieus genomen te worden. En toen ik ging werken, was ik best wel jong. Iemand die heel snel groeide in het bedrijf. En ook daar was het, werd ik niet altijd serieus genomen omdat ik zo jong was. Mm-hmm. En eigenlijk was ik constant bezig met iets te worden of te zijn. Wat ik niet kon zijn. En zeker natuurlijk in deze wereld waar het allemaal draait om succesvol te zijn en gelukkig te zijn. En een carrière te hebben. En ik had het allemaal, maar blijkbaar was ik niet gelukkig. En het kost natuurlijk ook ontzettend veel energie om je constant aan te passen. Ja. Want hoe werd er vanuit jouw familie, en je gaf het net aan, hè, Aziatische roots, hoe reageerden ze daarop? Ik vond het heel eng om mijn ouders te vertellen dat ik eigenlijk na niet zo heel lang werken, 3 jaar werken, al eigenlijk opgebrand was. Ja. Terwijl ik weet dat zij, ze hebben een restaurant gehad en ze hebben jarenlang gezocht voor mijn succes of mijn leven in ieder geval. Ja. En nooit hoeven te klagen over stress. En dan kom ik in één keer bij hun van ik kan het eigenlijk niet. En gelukkig reageerde ze heel positief. Mm-hmm. Het is wel lastig om het met mijn ouders te over hebben. Ook, en het is een andere generatie. Het is een andere mentaliteit waar ze mee zijn opgegroeid. En ik merk toch, in de Aziatische cultuur wordt niet echt gepraat over gevoelens of emoties. Nee, want mentale gezondheid, is dat een thema daar? Het is lastig. Het is het uiten van emoties. Echt te openen, dat wordt niet vaak gedaan in de Aziatische community, merk ik. En bijvoorbeeld het zeggen van ik hou van jou of lichaamscontact is eigenlijk heel vreemd. Ja. Tenminste, dat is mijn ervaring in mijn... Toen je dus in die burn-out, je hebt het kunnen delen met je ouders. Al, ja. En zij reageerden positief. Gelukkig, in zin, wat deden ze? Wat was zo positief aan hun reactie? Zij zeiden, heb niet zoveel stress. Maar dat is natuurlijk heel raar om te zien van je ouders die eigenlijk alleen maar stress hebben gehad. Die dan denken zeggen, heb gewoon even minder stress. Ja. Werk even wat minder hard. En je zegt, maar jullie hebben zo hard gewerkt voor mijn studie en voor het succes wat ik nu heb. En dan had ik niet verwacht dat zij zou zeggen van, doe het even lekker rustig aan. Dan had ik gewoon gezegd, of had ik verwacht van, stel je misschien gewoon niet zo aan. Ik ga gewoon lekker door. Dan, dat was heel fijn om dat te horen natuurlijk. Ja, want je kreeg dus de ruimte. Ja, dat het er mag zijn. Ja. En wat heeft je nog meer geholpen om uit die burn-out te komen? Ik ben heel erg op zoek gegaan naar de redenen van waarom ik in een burn-out ben gekomen. Dus de persoonlijke redenen. En er komt natuurlijk heel veel pijn vanuit het verleden naar boven. En ik merkte door echt in therapie te gaan en gesprekken te voeren en ook het gevoel te hebben dat ik niet de enige ben. Mm-hmm. Ik merkte natuurlijk, of ik voelde me heel erg gefaald. Van, in de maatschappij of zo voelde het van je bent zwak in één keer. Je kan het niet. En zo was ik ook bang voor dat op mijn werk zo werd gezien van, die kan het gewoon even niet aan. Mm-hmm. Dat wil je natuurlijk niet. Zeker niet nu inderdaad op de banenmarkt, zeg maar. Ja. Maar door echt gesprekken aan te gaan met mensen die hetzelfde hebben ervaren, merk je, je bent oké. Okay. En dat is best wel fijn dat mensen gewoon zeggen van, dit kan iedereen overkomen en het gebeurt ook vaker. Het is niet oké dat het zoveel gebeurt. Nee. Maar het is wel oké dat je soms gewoon even niet goed voelt. Ja, en dat je er ook over kan praten. Want je hebt een school opgericht, hè? Ja. Ja, kan je daar kort wat over vertellen? Naar aanleiding van mijn eigen ervaring heb ik gedacht, ik wil iets opzetten om andere jonge mensen te helpen om niet in een burn-out te raken. En ik geef dus trainingen en workshops met bepaalde skills die we op school niet hebben geleerd. Dus meer zelfvertrouwen te krijgen. Ja, want hoe heet je school? 3310 School voor Millennials. Ja, want 3310 verwijst naar de Nokia. De Nokia, hè? Ja. Vele kijkers thuis zullen die ook wel nog herkennen. Het staat eigenlijk symbolisch voor de overgang van het analoge naar het digitale. En ik denk onze generatie, of de millennial generatie, is er echt de ingedoken of de in meegezogen, zonder dat we dat voor zijn voorbereid. Dus wij kwamen op den duur in een hele snelle wereld terecht. Onze ouders wisten niet hoe ze een e-mail moesten sturen, moesten wij hun vertellen. Dus met de stress die daarbij komt. Ja. En de snelheid waar we nu mee leven. Dus inderdaad constant op WhatsApp te zitten, multitasken, 24 uur per dag werken.
dat komt allemaal bij. En ja. Ik denk, wij worden niet voldoende beschermd in een werkomgeving om te zeggen, nou, misschien moet je gewoon even je e-mails niet lezen. Nee. Of misschien moet je gewoon even niet reageren. Ja, of vaste tijden in plaats van de hele dag door al die prikkel te krijgen. Ja, het is heel tegenstrijdig, want eigenlijk houden we ook wel van de flexibiliteit dat we constant kunnen werken. Ja. Aan de andere kant werkt het ook ons tegen dat we eigenlijk waarschijnlijk nu, wat ik hoor, te veel werken. Omdat het gewoon constant kan. En wat fijn dat jij de millennials daar preventief door middel van verhalen ook, hè, wat jullie delen. En verschillende avonden zijn er. Nou, dank je wel, Wim, voor je openhartige verhaal. Dankjewel. Want burn-out is iets wat soms, ik denk dat er heel veel mensen ermee te kampen hebben, maar niet altijd over durven te praten. Ja. Dus heel moedig van je dat je dit met ons gedeeld hebt. Ja, dan wil ik nu, voordat ik naar mijn andere gasten aan tafel ga, eerst even naar een van mijn Zoom-gasten. Nora Akashar is trainer, adviseur en consulent binnen het sociaal domein en oprichter van de Facebookgroep Trauma's van Nora. Een Facebookgroep met bijna 50.000 leden, waar allerlei verhalen over trauma's worden gedeeld en over opgroeien tussen twee culturen. Nora, welkom. Dank je. Wat fijn dat je in ons midden bent. Herken je iets in het verhaal van Wim? Only alles. Ja. Behalve dan dat ik geen Aziatische roots heb en geen technische opleiding heb gedaan, herken ik wel alles, ja. Oké, even kijken. Nora, ik kom zo even bij je terug. Iedereen kan, als jullie via de livecast meekijken, kan dat nu ook weer via Zoom. Dat was even een technisch probleempje. Ja, Nora, dan komen we weer bij jou terecht. Je vertelde, je herkent alles. Mm-hmm. En want je Facebookgroep, Trauma's van Nora, ben je begonnen vanuit je eigen ervaring. Kan je ons daar iets over vertellen waarom je vond dat er een groep nodig was hiervoor? In eerste instantie vond ik niet per se dat er een groep nodig was. Het begon een beetje als grap. Laat ik wat verhalen vertellen over vroeger, hoe dat ging. De struggles die ik had. Een beetje met een knipoog. Heel veel humor gebruiken. En dat sloeg best wel aan. En genoeg mensen vonden het interessant om lid te worden. En nog geen anderhalf jaar verder, 50.000 leden. Ja, en dat zeg je zo heel relaxed, maar dat is iets om super trots op te zijn. En ja, zeker. Ook mooi dat mensen zich heel open durven te uiten in die groep. Want wat voor soort mensen zitten erop eigenlijk? Overwegend wel Marokkaanse Nederlanders met een islamitische identiteit, maar in principe is de groep voor iedereen en er is een enorme mix, dus het is niet alleen maar voor Marokkaans Nederlanders. Het is wel zo dat die verhalen worden vaak gedeeld door deze groep en deze groep herkent ook de verhalen van andere leden, dus om die reden is deze groep ook vertegenwoordigd binnen de pagina, maar in principe is de groep voor iedereen. Voor iedereen. En wat voor verhalen zijn dat? Kan je ons voorbeeld geven? Als je het hebt over mental health issues, mensen die kampen met depressies, mensen die een traumatische ervaring hebben gehad in hun jeugd en deze met niemand hebben kunnen delen. Vaak worden verhalen ook wel anoniem gestuurd, omdat mensen toch liever anoniem willen blijven denken aan seksueel misbruik, dat soort verhalen. Ja. Wat ik op zich ook heel goed snap. Maar ook wel het stukje niet kunnen, je emoties niet kunnen uiten binnen je familie, binnen je gezin en de struggles of de hilariteit soms wat daarbij hoort. Ja, en die afwijzing die je soms ook kan krijgen van de omgeving. Ik ben ook lid geworden van jouw groep, want ik was wel benieuwd. En wat me opviel is dat er ook humor in zit. En echt dat je met elkaar kan lachen. Wat is de kracht van de lach? De kracht van de lach. Heel veel issues zijn al heel zwaar van zichzelf. En is het voor mensen extra zwaar als er heel verdrietig of wat dan ook, of heel heftig op gereageerd wordt. Ja. En ik denk dat heel veel mensen het fijn vinden om zich te schuilen achter een lach, waaronder ik. Het is voor mij echt ook een schild, heel lang geweest en nog steeds. Maar die luchtigheid vind ik
essentieel in het vertellen, in het delen. En niet iedereen kan dat, niet iedereen wil dat. Dat is ook prima. Maar ik vind wel belangrijk dat er een bepaalde luchtigheid zit als het gaat om toch proberen te verwerken van wat je hebt meegemaakt. Ja. Ja, want je hebt ook een gelijknamige voorstelling ontwikkeld. Kan je ons daar wat kort over vertellen? Nou ja, er kwamen op een gegeven moment hele mooie, heftige wel, maar mooie verhalen waarvan ik dacht, nou, hoe tof zou dat zijn als we die verhalen op het podium vertellen en delen en dat we die in een mooie voorstelling maken. En we hebben een prachtig team van 10 leden uit de pagina die hebben gezegd, nou, ik wil wel meedoen, lijkt me tof. En daar hebben we toen een theatervoorstelling inderdaad tour gedaan. En we waren ook binnen no time uitverkocht, dat ook echt super, super stoer vond ik zelf was. En toen kwam corona. Ja, die kwam even voorbij, Fiet. Man. Ja. Maar desondanks is je Facebookgroep nog bruisend. We hebben gemeten inderdaad dat wij per dag ongeveer 40.000 leden actief zijn van de 50.000. En dat is wel echt een unieke score. Ja, dat is echt... Echt een heel mooi getal. En ook geeft het weer aan hoe belangrijk het is, het thema. Zeker. En ik denk ook wat het allerbelangrijkste is, is herkenning en erkenning. En dat zijn wel de verbindende factoren binnen in ieder geval deze groep. Als men zich herkent in een verhaal, dat geeft op zich een gevoel van opluchting. En daarnaast is dat stukje erkenning ook gewoon heel belangrijk ben ik dan fout? Zit ik ernaast door me zo te voelen? Nee, absoluut niet. Dus die erkenning ontstaat ook heel, heel veel op de pagina. Ja, en dat je ook echt gezien wordt. Nora, dank je wel. We gaan even naar onze psycholoog hier aan tafel. Yes. Ja. Samrat, je hoort al deze verhalen. Wat is je eerste reactie? Nou, veel bewondering voor hoe deze initiatieven zijn begonnen. Vanuit een zekere behoefte. En ik herken ook heel veel leed erachter. En ook wat je met wederzijds begrip en steun voor elkaar zou kunnen bereiken met verschillende gemeenschappen. Ja. Dus ik denk dat het iets is wat wij ook vanuit de GGZ een beetje laten liggen. Mm-hmm. In een ideale wereld was het misschien niet zo nodig. Maar ik denk dat het een enorme aanwinst is voor onze publieke gezondheid in het algemeen. Ja. En misschien ook kansen dat we ook vanuit de GGZ veel meer met dit soort projecten en initiatieven kunnen samenwerken. Ja, wat mooi. Mm. Ja, want Wing, ik zag jou echt ook meeknikken met Nora. In hoeverre herken jij je in het... Ja, natuurlijk heel, heel veel met Nora. Echt, ik denk, we zijn... Ja, ik hoor heel veel gelijkenissen met waar we mee bezig zijn. Net op een andere manier. Ik doe het ook en probeer het inderdaad ook heel luchtig te houden. Ik denk inderdaad, de onderwerpen zijn al zo zwaar. En soms is het relativeren gewoon ook wel heel goed. Ja. Hè? Het is gewoon dat je even erom kan lachen. Anders gaan we met z'n allen huilen. Daar is ook behoefte aan. Ja. Maar dat is niet mijn behoefte. Nee. En ik weet niet of Nora daar mee heeft gekampt. Maar ik heb wel inderdaad tussen twee culturen opgroeien. Zeker is dan lastig. En ik merk natuurlijk... Zeker. Mijn ouders, ik heb een taalbarrière met mijn ouders. Dus dan is het al moeilijker communiceren. En dan ook nog over dit soort onderwerpen. Ja. Het is fijn inderdaad dat er heel veel leeftijdsgenoten zijn van onze generatie die zich daarin kunnen vinden. Het was niet alleen opgroeien tussen twee culturen. Het was echt letterlijk opgroeien in twee verschillende werelden. Of drie zelfs. Want je hebt de wereld van je ouders. Je hebt je eigen wereld. Je hebt de wereld van de maatschappij waar je ook onderdeel van wilt zijn. Dus dat was best heftig af en toe. Samrat, wat Nora en Wing ook aangeven. Rekening houden met culturele verschillen. Waarom is dat zo belangrijk? Je gaf het net al aan, hè, voor de GGZ. Maar waarom is het van essentieel belang om dat te doen? Ja, zeker. Ik denk dat het ook een beetje een soort onderschat factor is, cultuur in de gezondheidszorg, met name in de GGZ. Want in feite zou je kunnen zeggen dat cultuur alles wat met ziekte, gezondheid en genezing te maken heeft beïnvloed. Dus vanaf het moment dat iemand ziek wordt, heel vaak zie je ook dat culturele factoren oorzaken van klachten kunnen zijn. En in jouw verhaal bijvoorbeeld over die enorme digitalisering bijvoorbeeld, dat is ook cultuur. Ja. Dus cultuur is ook niet alleen maar iets voor de migrantengemeenschappen, maar dat zien we ook gewoon om ons heen. Ja. Maar ook een soort kloof wat je ervaart tussen twee of drie culturen waarin je opgegroeid. Mm-hmm. En tegenstrijdige eisen die aan je gesteld worden.
En het onvermogen om aan al die eisen te voldoen. En ja, voor je eigen autonomie te kiezen en dat te ontwikkelen als jongere die in ontwikkeling is. Dat zijn voorbeelden van hoe cultuur ook ziekmakend kan zijn. Naast mm-hmm. natuurlijk ook beschermende factoren die ook in een cultuur zit. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, wat voor klachten je beleeft, ervaart en uit. Op welke manier je dat doet, dat is ook heel erg cultuur bepaald. Kan je ons een voorbeeld daarvan geven? Ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld in Nederland en in veel andere westerse samenlevingen hebben we somberheid, depressie. Dat is iets wat we hier, is een gangbare klacht, een stoornis. Ja. In sommige andere culturen wordt het lichaam vaker gebruikt om ongemak of problemen mee te communiceren naar de buitenwereld. Ja. En het is niet zo dat mensen daar niet somber zijn. Nee. Maar het is niet gebruikelijk om over je somberheid of je angsten te praten, omdat je hebt geleerd om dat via andere kanalen te communiceren. En over depressie bijvoorbeeld gesproken, je hebt ook culturen waarin somberheid of depressie niet zozeer als een stoornis gezien wordt of beleefd wordt. Nee. En er zijn ook in Nederland in de afgelopen 30, 40 jaar ook steeds meer dat soort problemen als een ziekte gaan zien. Mm-hmm. Terwijl in sommige andere culturen, het hoort een beetje bij het leven, zo wordt er over gedacht. Ja. Of in sommige ook Aziatische culturen kan het ook zijn dat iemand die wat eenzaam is of somberheid voelt, het is ook, kan ook een teken van rijping zijn. Ja. En als je heel blij en gelukkig bent, dan is het ook een beetje onnozel. Ja, dus er zijn ook dat soort verschillen. En ook dat maakt dat mensen ook andere behandelingen kiezen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld niet iedereen kiest voor een consult bij een psycholoog of een psychiater. Nee. En wanneer ze uiteindelijk wel bij ons in zorg komen, kunnen ze ook anders reageren op de behandelingen. Ja. En dat maakt dat ook heel vaak, over het gemiddeld genomen, mensen vaker uitvallen of misschien vergeleken met Nederlandse patiënten wat minder behandeleffect hebben. Oh, en dat zijn ook zorgpunten waar we mee bezig zijn en absoluut ook beter daarin kunnen. Ja, want jij doet onderzoek ook daarnaar, hè? Ja. Ja. Ja, de cultural psychiatry. Ja, cultural psychiatry, ja. Mooi. Ja. Want als je kijkt naar de corona, hè, wat voor invloed heeft dat gehad op de gezondheidsverschillen? Hoe mensen daarmee om zijn gegaan en nog steeds mee om moeten gaan? Ja, onderzoek daarnaar moet nog komen. Wat we puur vanuit data over deze crisis weten, is dat mensen met een migratieachtergrond ook vaker besmet kunnen raken met corona. Mm. En dat ze ook meer last hebben van de nasleep. En waarschijnlijk zou het kunnen komen door het feit dat ze ook minder sociaal kapitaal hebben in Nederland. Dus hun netwerk is wat beperkter. Economisch gezien zijn ze ook wat minder weerbaar. Dus als het slechter gaat met de economie, dan kun je verwachten dat mensen met een migratieachtergrond ook vaker met onzekerheid te maken hebben van baanverlies of problemen om aan de bak te komen na een crisis. Ja. En dat zorgt natuurlijk voor zoveel stress en dat gaat in het lijf zitten. Absoluut, ja. Ja. Wat je ook hebt is dat mensen natuurlijk ook zorgen hebben voor hun familie in het land van herkomst. Mm-hmm. Waar misschien de gezondheidszorg slechter is dan in Nederland. Soms kunnen ook mensen hun eigen verklaring hebben van hoe de corona wordt veroorzaakt. Ja. Wat misschien ook tot onrust leidt. Mm-hmm. En mensen hebben ook niet altijd goede toegang tot informatie. Nee. Ik denk dat ze pas geleden beseft hebben dat we ook echt die doelgroepen heel goed moeten targeten. Mm-hmm. Met goede informatie aangepast in hun eigen taal. Want we zien dat bijvoorbeeld coronabesmetting bij die doelgroepen vaak optreedt. Ja. Ja, ja. Ja. Want je hoorde net Nora met haar initiatief. Waarom zijn dit soort initiatieven zo belangrijk? Ik denk om meerdere redenen. Ten eerste, er heerst heel veel stigma rondom psychische klachten. Met name trauma's. Vooral trauma's in huiselijk sfeer. Mm-hmm. Dus elk initiatief wat dat taboe doorbreekt en zaken bespreekbaar maakt, is gewoon goud waard. Ja, en vooral laagdrempelig initiatief. Hè? Want zo'n Facebookgroep, je kan je aanmelden en dan gaat Nora kijken of ze je toelaat. En dan ben je daar onderdeel van. Dus dan ben je onderdeel van een collectief. Precies, ja. En dat proberen we ook natuurlijk binnen de GGZ-muren te doen. Dat we ook groepstherapie hebben om mensen dat soort ervaringen met elkaar te laten uitwisselen. Want die herkenning en steun is inderdaad heel belangrijk. Maar als het buiten de GGZ gebeurt, is het nog beter. Want ik denk dat de GGZ eigenlijk veel meer naar de samenleving toe moet. En dit soort zaken zijn hele goede voorbeelden van hoe je
iets van steun of hulp zou kunnen organiseren op een informele manier, zonder dat iemand per se zich eerst naar de huisarts gaat, daar een verwijsbrief krijgt en vervolgens naar een psycholoog of een psychiater gaat. Ja. Er zijn te veel filters en te veel stappen. Ja, en heel veel mensen kunnen dat gewoon niet ondernemen. Ja. Nee. Wat mooi. Dus dit soort laagdrempelige initiatieven. Daar gaan we ook in het tweede deel verder op in. Dat gaan we benadrukken. Dankjewel. We komen zo weer bij je terug. Maar we gaan nu luisteren naar naar Tabla Rasa, Valerie en Yusra. En zij zijn een samensmelting van ontspanning. Ergens ga je op het puntje van je stoel zitten. En ik weet zeker dat je erdoor geraakt zou zijn. Mm-hmm. Tabla Rasa. Ja, dat is zeker een applaus waard. Dank jullie wel. Spoken word artiesten. Yusra en Valerie onder de naam Tabla Rasa. Een schone lei. Dank. Ik ben er helemaal stil van. En ik weet zeker de mensen thuis ook. En zeker hier in de zaal. Ja, want we hebben net gezien hoe belangrijk laagdrempelige initiatieven zijn. We hebben naar Nora geluisterd. En ik ga met nog twee mensen in gesprek die ook hele bijzondere initiatieven hebben opgericht. En één zit hier aan tafel bij mij. Dat is Mirjam Sarawi van Ik Ontmoet Mij. Welkom. Mirjam, Ik Ontmoet Mij. Ja. Kan je ons daar wat over vertellen? Ja, Ik Ontmoet Mij is een methodiek die wij nu al 9 jaar al bestaat. En we zijn begonnen door eigen ervaring. Ik ben zelf van Marokkaanse afkomst. En het verhaal van tussen twee werelden, je aanpassen aan een nieuw land, dat ken ik ook. En...
Ik kwam in contact met Jale Simsek, mijn compagnon in het project. En die is lichaamsgerichte therapeute. Zij is van Turkse afkomst. En nou ja, we herkenden elkaar in onze biografieën. Maar we hadden ook de waarneming van onze omgeving. En op dat moment hadden we net een atelier met mijn theatergezelschap Adelheid en Zina in Nieuw-West. En dan kom je in een wijk. En onze manier van werken is heel erg outreachend. Dus we gingen echt die wijk in. En we kwamen in contact ook heel veel met zorgverleners, welzijnsprofessionals. En nou ja, daar hoorde je van hoeveel mensen daar allerlei psychosociale problematieken hebben, maar ook vastlopen in de zorgwereld. En vooral de huisartsen waren daar heel helder over. Van wij kunnen vaak mensen niet adequaat helpen. Nee. Een huisarts zei zelfs op een gegeven moment, vond ik heel mooi, van ik heb geen arbeidssatisfactie meer. En dat vond ik, nou, dat is wel, dat vond ik heel mooi, want die verwoorden echt waar je eigenlijk, je bent de zorgverleners om andere mensen beter te maken, maar je hebt het idee dat je daar niet in toereikend bent. En nou ja, dat komt, dat is heel complex, maar het komt ook heel erg omdat de zorg niet helemaal aansluit op de behoeftes van mensen met een migrantenachtergrond, die veelal in die wijken dan wonen en die anders geprogrammeerd zijn. Ja. Zo simpel is het. Je komt uit een andere cultuur of je bent hier zelfs geboren, maar goed, je neemt dat hele verhaal van thuis mee en... En er zijn ook te weinig hulpverleners die achtergrond hebben. Dat is ook een feit in de GGZ. Nou, je hebt natuurlijk het verhaal van de wachtlijsten. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dus toen dachten we wel, weet je wat? Wij hebben een atelier hier. We gaan gewoon op tapijt zitten en we gaan aan het werk. Ja, want jullie hebben dus echt heel bewust gekozen voor lichaamsgerichte therapie. Ja, dat is omdat Jale lichaamsgericht therapeut is. Maar ook omdat het lijf een hele mooie ingang is. Mm. En omdat inderdaad vaak mensen met een migrantenachtergrond minder gewend zijn. Ik generaliseer even om het even makkelijker te maken. Maar het is niet altijd zo gericht op verbaliteit. Weet je wel, hier in het Westen zijn het natuurlijk heel mentaal. Hè, van alles moet in woorden. Maar heel vaak, het lichaam kan je zoveel vertellen. En het lichaam is ook vaak hetgene waar de mensen mee komen met hun klachten. Ja. Van hoofdpijn, migraine, hier pijn, daar pijn. En nou goed, en als dat allemaal in dat medische circuit blijft hangen, van de ene scan naar de andere bloedproef, dat is natuurlijk gruwelijk. En daar worden mensen niet beter van. In het ergste geval krijgen ze allemaal pillen waar je ook niks aan hebt uiteindelijk. Tenminste, als het bij pillen blijft. Dus dat is eigenlijk een heilloze weg. En, ja, dus eigenlijk wat Samrat ook aangaf, hè? Ja, dat is helemaal correct. Dus wij dachten van, nou, laten we aan het werk gaan. Laten we zelf een methodiek ontwikkelen waar inderdaad elementen zitten van het lichaamswerk. Maar ook van het delen, uiteraard. Dus ook wat Nora zegt, dat je inderdaad helen, hè? Of delen is helen. Ik bedoel, daar doe je al heel veel mee. Maar ook echt dat lichaamsbewustzijn ontwikkelen. En tegelijkertijd ook mensen de tools geven om een vocabulaire te ontwikkelen die iets zegt over die pijn. Ja, want we zien hier een beeld. Kan je daar kort iets over zeggen? Nou, dit zijn allemaal oefeningen hier waar we bezig om een vrouwenlijn te maken. Omdat heel veel wat doorgegeven wordt bij vrouwen gaat heel vaak via de vrouwelijke lijn. Dus we hadden een oefening in de familieopstelling gemaakt. Wat heb je van je moeder en je oma enzovoort doorgekregen. Dat zijn ook allemaal hele mooie oefeningen. Dat zit ook in die methodiek. Dus we pakken allerlei elementen van verschillende methodes. En samen hebben we daar een eigen methodiek gemaakt. En we zijn inmiddels... Het is ook in groepsvorm. Dat werkt ook vaak goed. Ja, de kracht van de groep, hè? Dat vaak mensen met een collectieve oriëntatie... Hè, dus vaak migranten, hebben daar baat bij. Om dat in een collectief... Omdat je dat gewend bent. Dat individuele kan ook helpen. En kan ook voor sommige mensen prima zijn. Maar beginnen in een groep is vaak heel fijn. Omdat je alleen maar het feit dat je dingen bij een ander ziet, doet al veel. Ja. En geeft vertrouwen. En die veiligheid van die groep,
Ja, die is ook heel belangrijk. En dus wat wij hebben gedaan, dus dat is Jale. En dan ben ik dan op de foto met een van onze trainers. Want we hebben Malika. Want we hebben... Dus op een gegeven moment dachten we, ja, met z'n twee gaan we natuurlijk de niet redden. Nee. Dus we zijn mensen gaan opleiden met een train the trainers. Die vanuit die ervaringsdeskundigheid, want die is echt essentieel. Om aan te sluiten. Ook. Nou ja, omdat jij bent het. De trainer, jij hebt het ervaren. Dus dat is ook zo belangrijk. Dat mensen dat dan... Ja, dat zijn geen woorden. Dat is zeg maar... Jij doet dat. Ja. Met jouw aanwezigheid en jouw ervaringsdeskundigheid. Dus we hebben nu 15 mensen opgeleid. En we zijn ook met mannen begonnen. Want mannen hebben ook die behoeftes. En we gaan ook met jonge meiden, want we zitten meer in de categorie vanaf, laten we zeggen, 25, 30 tot, nou, we hebben zelfs deelnemers van 75. Ja. Maar er is ook de jongere groep, daar merken we van dat die ook echt wel ondersteund moet worden. Maar die is, ja, dat is specifieker, dat zijn de jongere meiden, dus daar gaan we nu ook aan werken. Dus het is wel, maar we werken echt vanuit behoeften. Ja, dus jullie doen duidelijk iets anders dan de GGZ doet. En toch hoor ik wel uit jouw verhaal dat jullie de mensen ook leren om wel die ik te verwoorden. Ja. En zonder dat wij helemaal los te laten. Nee, helemaal niet. Nee, juist, kijk, alles heeft een lichte kant en een schaduwkant. En dat inzien, dat voelen en dat snappen, daar gaat het om. Het is net als als jij altijd pijn hebt aan je rechterkant van je lijf, is het ook fijn om te beseffen dat je linkerkant wel prettig is, weet je wel? Dus dat soort dingen leren ze ook aan de deelnemers. Maar ook inderdaad de mooie dingen van het collectief gebruiken. En dat ook door laten sijpelen in die Nederlandse samenleving. Wat Want daar is Nederland ook heel erg bij gebaat. Wij hebben daarin heel veel te geven. Maar dat moeten we wel ook dan zien en uiten. En ook in die kracht gaan staan. Ja. We gaan even, dankjewel. Maar die schaduwkant ook daarin gaan staan. Dus zoals Nora zegt ook, dat je daar ook helemaal open en eerlijk in bent om dat ook in het licht te durven zetten. Ja. Hè? Want daar zit natuurlijk heel veel taboe en schaamte. Maar dat hoort er ook bij. Ja, en het totale pakket te accepteren. Want dan kan je ook gewoon je ruimte innemen. We gaan even naar een spreker op de Zoom. Ja. En zij zit in de haarvaten van de buurt, is zij actief in Amsterdam Zuidoost. Ze is directeur van Burenvrouwennetwerk Gaasperdam en van Meermaatjes. Een sociaal ondernemer, actief op het raakvlak van mentale gezondheid en het sociaal domein. Heidi Bijnaar. Heidi, ben je daar? Ja, ik ben er. Wat zie je er prachtig uit weer, Heidi. Ik heb mijn best gedaan voor jou. Oh, heel mooi. Want herken jij iets in het verhaal van Mirjam? Ja, ik herken eigenlijk in iedereen zijn verhaal die aan het woord is geweest. In Amsterdam Zuidoost is natuurlijk een smeltkroes van heel veel culturen. En ik zie trouwens dat ik directeur ben van Buurvrouwennetwerk. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben voorzitter. Directeur, maakt niet uit. Ze geven me een titel, dit is wat mensen wensen. Ja, maar dat is gewoon je uitstraling, Heidi. Ik zou ook denken dat jij een directeur bent. Dus... Ik ben ook directeur van Meermaatjes, maar ik ben voorzitter van Buurvrouwennetwerk. Het is allemaal hetzelfde. Maar Heidi, voordat we verder naar jou gaan luisteren, zullen we eerst even naar een filmpje kijken van de oudere disco. Kom ik zo weer bij je terug. Oké. Wat zagen we daar? De oudere disco. Ik wilde bijna mee gaan zingen, maar ik denk dat de studio dan leeg zou lopen. Vertel, wat zagen we daar net gebeuren? Want jij hebt dat initiatief genomen, hè?
Ja, het is eigenlijk een hele kleine activiteit in het geheel. Eigenlijk de opdracht, hè, in het kader van zorg was eenzaamheidpreventie. En eenzaamheid is natuurlijk een groot probleem. En zeker nu in coronatijd erg toegenomen. Dit was nog net voor corona, gelukkig. De seniorendisco. Maar wat ik heb gezien is door het praten met de mensen. Dit is één van de activiteiten. Want we doen ontzettend veel in het kader van mentale gezondheid. Maar door eigenlijk outreaching te werken. Te luisteren naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de mensen. Kom je erachter wat er eigenlijk achter die voordeur speelt. En het is zo leuk als de mensen die dan zeg maar thuis zitten een plek hebben waar ze zich veilig voelen, waar ze oude bekenden tegenkomen en dat ze zichzelf mogen zijn. En ik zie die mensen bloeien, ik zie ze groeien. Het is net therapie. De mensen die helemaal in elkaar, echt in elkaar gekrompen zitten. Dat ze opeens, dat ik denk van wat gebeurt hier? Die mensen die zitten te dansen en te doen. Ik denk, wat is er aan de hand? Maar het feit dat de mensen zo blij zijn en dat ze opbloeien, want door de gesprekken haal ik heel veel op. Hè. Meten is weten. Dus ik heb heel veel opgehaald waar de behoefte aan is, hè, wat de problemen zijn. Die disco is eigenlijk een middel om andere activiteiten te organiseren. Dus door die disco praat ik met ze. Ja. En dan hoor je waar ze eigenlijk mee zitten. De disco is eigenlijk welzijn op recept. Ik weet niet of jullie... Nou, nee, dat heb ik nog niet eerder gehoord, maar die gaan we nu vandaag introduceren. Ja, welzijn nou, op recept. Al, hoor. Ik heb het niet zelf bedacht, maar welzijn op recept is eigenlijk dat in plaats van ze gaan naar de huisarts, de mensen, het is voor iedereen, in plaats van dat ze pillen krijgen, krijgen ze eigenlijk een welzijnsaanbod. En het welzijnsaanbod kan bijvoorbeeld zijn, hè, van wat wij organiseren, een sociaal ontbijtje, contacten met andere mensen, meedoen aan een activiteit in de buurt. In plaats van medicijnen is dit soms ook heel erg genezen. Het is therapie, het helpt de mensen gewoon. Je hoeft helemaal geen pillen te gebruiken. Dit is een medicijn voor de mensen en je ziet ze echt stralen. Kijk, dat ze een week later spierpijn hebben van het dan, maar dat maakt niet uit. Nee. Het feit dat die mensen, mensen genieten. En iemand die 87 jaar is, dat je denkt van hoe kan het dat iemand zo blij is, alleen maar van de disco. En ja, want weet je wat het is, Heidi? Sorry dat ik je interrumpeer. Yeah. Omdat ik denk dat jij de essentie te pakken hebt met de activiteiten die je organiseert. Want wij zijn namelijk mens in relatie tot andere mensen. Ja, en klopt. Ook door dat hele corona is dat stukje sociale, dat stukje mens zijn, gezien worden, is weggevallen. Ja, want dat klopt. En wat wij dus ook, daar hebben we ook aan gedacht. Want als je eenzaam bent, hè, mensen vergeten vaak. Mensen denken vaak, oh, het ouderen zijn eenzaam. Nee, het bestrekt alle lagen, alle kleuren, iedereen. Heel vaak denk ik, bij eenzaamheid, oh, dat is bij ouderen. Dat is niet zo. Het is toevallig dat ik het nu even over de ouderen heb. Wij ondersteunen ook mantelzorgers. Die mantelzorgers zijn overbelast. En nu met corona helemaal. Ja. Weet je, en het is ook een taboe, want men praat er niet over, vooral als je voor je familie zorgt of kind. Je doet het gewoon, je gaat maar door. Die mensen zijn gewoon super overbelast. Ik sprak laatst een mevrouw, ze was aan het hijgen toen ze met me aan het praten was. Die vrouw was zo gestrest, maar ja, wat moet je doen? Haar zoon is blind, autistisch en LVB. Die vrouw weet geen kant op te gaan, maar ja, ze is thuis, ze heeft ook andere kinderen. Dat soort gevallen maken wij dus mee. Maar wat we dus hebben gedaan in het kader van corona, want ik heb natuurlijk een netwerk, dus ik werk samen met Arkin, GGZ. En wat wij doen is eigenlijk warm overdracht. Direct meteen koppelen aan een professional. Met Arkin werken we al heel veel jaren. En wat we doen, we hebben een activiteit of een aanbod. Dat is corona en mentale gezondheid. En zeker nu in coronatijd, hè, dat je dan niet echt de deur uit kan. Nee. Dat als mensen een praatje willen, dan kunnen ze ons bellen. Wij bellen ze ook om de zoveel tijd. En met diverse organisaties hebben we mensen een bloemetje bezorgd. Of een vleespakketje. Of boeken. Weet je wel, wel op afstand. Maar het belletje en door het bellen, want dat is ook weer een ding, kom je ook weer achter een heleboel andere problemen. Ja. Ik heb nu ook een groep mannen die opeens komen ze eruit met hun eenzaamheid. Ik had nooit over mannen nagedacht. Maar deze specifieke groep durf nu wel weer te praten. Ja, wat mooi Heidi, dat jij op zo'n manier het verschil uitmaakt en blijft uitmaken door de mensen
te bellen door aandacht aan ze te schenken. Ook het feit dat die mevrouw waar je het net over had met jou kan praten. Het ontladen, want vaak denken we gelijk aan een oplossing. Maar het kunnen praten erover, het ontladen, dat is al belangrijk. Ik zie Wing hier, Heidi, dank je wel. Ik zie Wing weer meeknikken. Kan je daar wat over vertellen, wat je net van Heidi hoorde? Nou ja, er zijn een paar dingen die me bijbleven. Zoals, nou ja, ik werk veel met jonge mensen. En zoals Heidi het ook net zegt, eenzaamheid is echt van alle leeftijden. En ik zie heel veel jonge mensen heel eenzaam. En dan lijkt het alsof wij inderdaad in een hele digitale wereld zijn opgegroeid. En we zijn zo met elkaar verbonden, digitaal. We zijn allemaal vrienden, Facebook vrienden, wat dan ook. Ja. Alleen ik merk gewoon om echt te praten, om echt relaties op te bouwen. Want wij communiceren veel meer digitaal. We komen nu zeker nu minder naar buiten. Dus om echt de relaties op te bouwen en echt de gesprekken te voeren die ertoe doen. Dat wordt echt lastig, omdat we toch inderdaad zien van social media. Ook al weten het is niet allemaal echt, maar je ziet toch een bepaald succesbeeld. En je wil het toch allemaal een beetje hoog houden. En je wil natuurlijk niet overkomen als, oh, met jou gaat het niet zo goed. En hier heb ik helemaal geen zin in. Nee. En we voelen ook, denk ik, een beetje vanuit de generatie van, ja, maar we hebben eigenlijk al zoveel gekregen. Dus we leven in een bepaalde welvaart die onze ouders niet hebben gehad. Je toch een beetje denkt van, nou, maar dan zou ik nu dus moeten slagen. Ja, dan zou ik dus inderdaad goed moeten doen. Dus dat geeft een hele grote druk. Herken je dat, Samrat, in je praktijk ook? Bij de tweede generatie bedoel je? Ja, zeker een soort schuldgevoel. Als het niet helemaal goed gaat. Of een soort druk van, nou, ik moet goed presteren omdat mijn ouders zoveel geofferd hebben. Voor mij om hier te zijn. Ja. Dat het veel stress met zich meebrengt. En ook uiteindelijk tot klachten kan leiden. Ja. En Mirjam, die laagdrempeligheid. Hè? Want ook wat Heidi net aangaf. Waarom is die zo belangrijk? Nou, kijk, ik denk, en dat is nu ook gebleken in die coronatijd, is dat wij die zo inderdaad zo dicht op de mensen zitten, dus die laagdrempeligheid, ook zoals Heidi noemde, wij staan dichter bij de mensen. Dus toen alles dichtging, waren wij nog in contact. De meeste instellingen waren niet te bereiken. Dus mensen waren vaak in paniek, wisten niet wat er aan de hand was. En dan merk je hoe belangrijk dat is. Je bent in feite, je zit in die haarvaten van die samenleving met die informaliteit. En als we iets hebben geleerd, denk ik, is dat. Dat daar vooral in geïnvesteerd moet blijven worden. En dat het dan, het interessante, en dat vind ik zo goed dat jij dat ook zegt, is dat wij blijven linken met de formele organisaties. Dus dat veel meer in elkaar gaat zitten. Want ik vind dat daar echt te veel verwijdering in zit. Wij werken bijvoorbeeld heel goed, nou ja, ook met warme overdracht vanuit huisartsen. Maar we zouden eigenlijk ook veel meer in het voorportaal moeten zitten, bijvoorbeeld van de GGZ. Ja. Dus dat zou eigenlijk veel beter. Dus dat iedereen in zijn kracht zit, maar dat we wel met z'n allen dat gaan bedienen. Ja. En dat mist, dan moet je echt een visie hebben, hè, op stadsniveau die dat allemaal beziet. Want er is heel veel moois en er wordt echt veel gedaan. Maar het moet gelinkt. Want dat versterkt elkaar en dan breng je iedereen naar een hoger level met zijn initiatief. Ja, want vooral inderdaad die eenzaamheid, die zwaarte, die mantelzorgers. En vooral in die wijken wat er nu gaande is met, je noemde het al die mensen die hun banen verliezen. Er is echt van alles gaande. Dus er staat enorm onder druk. En wij zijn de lifelines vaak naar die mensen. Ja. Dus ik denk dat daar zicht op hebben is een groot cadeau dan van een crisis, denk ik. We hebben nog iemand die daar zicht op heeft, op een hele bijzondere groep ook. Dat is de volgende Zoom-spreker. Die heb ik nog niet aan jullie voorgesteld. Haar naam is Jordi Lassoy en zij is co-founder van Cultuur in Harmonie. En pleit voor meer aandacht voor mentale gezondheid als het om nieuwkomers gaat. Jordi, welkom in de uitzending. Dank je wel. Want jij bent actief bij Cultuur in Harmonie. Wat doe je vanuit die stichting precies voor de statushouders en de nieuwkomers? Cultuur in Harmonie is een nieuwe organisatie die opgericht is door migranten zelf en door ervaringsdeskundigen. Dus wij werken als tolken, als trainers en sinds april zijn we dan als een organisatie opgericht.
Daarnaast hebben we ook dan de CAS helpdesk opgericht. Dat is dan corona helpdesk voor statushouders. Ja. Wij zijn dus een van de 4 initiatiefnemers van corona helpdesk. En sinds maart, sinds de corona-uitbraak, werken we dan online op Facebook en op WhatsApp. Geven we heel veel antwoorden voor de nieuwkomers. Ja, want jij stelt dat de nieuwkomers mentale gezondheid is een taboe voor hen. Hoe kwam dat, denk je? Ja, wij hebben van alle 4 sprekers ook gehoord dat in de meeste wijkculturen over mentale gezondheid praten een taboe is. Het is toch een stigma en het is toch lastig om daarover te praten, omdat men niet geassocieerd wil worden als gek. Want bij onze cultuur wordt dan, als je over stressklachten praat, dan word je als gek bestempeld. Ja. En niemand wil dat. Nee. Dus vandaar houden de mensen dan hun gevoelens en klachten ook aan binnen. En totdat het dan te laat is, totdat het erger wordt. Ja, en hoe kan je dat dan dat met een voorlichting dan preventief dan te werken? Oké, dus dat doorbreken daarvan, dat doe je met voorlichting. En wat doen jullie nog meer? Wij geven trainingen, groepstrainingen, zoals de Mindspring. Dat wordt door ARC of Centrum 45 ontwikkeld. En wij geven de groepstrainingen en we praten over mentale gezondheid. Over bewustwording. Wat is stress eigenlijk? Hoe herken je dan stressklachten? En als je klachten hebt, waar ga je dan naartoe? En waar is de hulp te vinden? En is dus wij dan praten over de coping-methode. Wat kun je eerst zelf doen? Wat zijn de zelfzorgmethoden? En als je dat zelf niet kan onder controle houden, wat doe je dan? Of waar ga je dan naartoe? Dus daar geven we ook heel veel voorlichtingen. Ja, mooi. En die voorlichting, gebeurt dat in hun eigen taal? Ja, absoluut. Het gebeurt in het Tigrinya, in het Amhars of in het Arabisch. Ja, en dat is zo waardevol, hè? Dat mensen de taal van hun hart, zeggen ze ook wel. Omdat dan komt dat nog meer binnen. En als we kijken aan de kant van de hulpverlening en de politiek. Wat moet er gebeuren zodat er meer aandacht komt voor de mentale gezondheid onder de nieuwkomers? Ik denk dat mentale gezondheid een onderdeel moet zijn van de inburgeringswet. Als mensen vanaf het begin als ze in het AZC komen te zitten, daar moet het eigenlijk de voorlichting beginnen. Want mensen komen met zoveel zware bagage naar Nederland. Ja. En dan, daar, als ze ook in Nederland zijn, hebben ze ook zoveel te doen. En de inburgering, de integratieproces is ook niet makkelijk. Nee. En nee. Dat zeggen ook de meeste mensen. De stress wat we hier ervaren is nog erger dan onderweg. Mm-hmm. Dus daar begint dan eigenlijk de trainingen of de groepsvoorlichtingen, de bewustwording. En vanuit daar moeten we ook dan nog langzamer opbouwen. En totdat de mensen de huiszorg krijgen, het moet gewoon herhaald worden. Dus er moet heel veel voorlichting en bewustwording komen. Ja, ja. We hebben een vraag van een van onze kijkers aan jou. Dat is Marit van Faros. En ze vraagt zich af hoe de toegang tot psychische zorg is voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Kun je een voorbeeld geven waarin dit wordt opgelost? Ja, dat is wel een lastige. Want de zorg aansluit niet bij de behoeften van de mensen. Want er zijn maar heel weinig anderstalige zorgaanbieders. En vandaar gaan de mensen ook niet daar naartoe. Omdat de andere sprekers hebben ook gezegd, het is alleen maar praten. En door praten kun je niet mentale gezondheid dan genezen. Dat denken de meeste mensen. En daarnaast is er ook een betaalbarrière, waar men niet graag daar naartoe wil. Dus bij de corona helpdesk bijvoorbeeld bellen mensen ons omdat ze zo eenzaam zijn of omdat ze mentale gezondheidsklachten hebben. Maar ze willen alleen maar praten in hun eigen taal. Ja. Ze zeggen, ik wil eigenlijk alleen maar praten. Ik wil niet geholpen worden. Ja, gewoon even contact. Even dat vertrouwde van huis uit weer horen. Ik kan me daar zo van alles bij voorstellen. En ook mijn gasten hier aan tafel. Dank je wel, Jordi. Want Samrat, zou je willen reageren op wat Jordi net aanhaalt? Dat er
dat er toch een te grote kloof nog is. Met de GGZ? Ja. Ja, absoluut. Kijk, ik denk dat we in de afgelopen tijd veel gehad hebben over systemische uitsluiting of discriminatie. Dat hebben we ook natuurlijk in de zorg. En een van de meest verpante voorbeelden daarvan is dat we niet faciliteren dat patiënten met bijzondere taalachtergrond, bijvoorbeeld omdat ze geen Nederlands beheersen, toch wel goede zorg krijgen in hun eigen taal. Natuurlijk heb je niet honderden, duizenden therapeuten in verschillende talen. Nee, maar hoe kunnen we ze helpen om door dat complexe zorgsysteem heen te worstelen? Nou, er zijn instellingen die bijvoorbeeld tolkenkosten vergoeden uit eigen zak, omdat ze het belangrijk vinden dat patiënten recht op gezondheidszorg wil behouden. Ja. Dat zijn een aantal instellingen in Nederland, maar de overgrote meerderheid heeft er geen boodschap aan. En nou, dan gaat het meer over de politiek en ons beleid van de gezondheidszorg. Ze worden ook niet gedwongen om die patiënten in huis te nemen. Nee. Dus het is nog een beetje te vrijblijvend. Begrijp ik dat? Want Mirjam, hoe denk jij dat er door het complexe zorgsysteem... Nou, jullie hebben al hele mooie initiatieven. Hè? Wat denk je dat er nog meer moet gebeuren? Nou, ik denk dat het ook wel heel veel zou schelen als de populatie van zorgverleners ook zou verkleuren, zal ik maar zeggen. Dat er genoeg therapeuten zijn met een niet-Nederlandse achtergrond. Want wij hebben heel vaak mensen die... Wij doen ook bijvoorbeeld groepen in eigen taal. Ook in Nederlands, maar ook in eigen taal. En dat soms mensen zeggen, ja, zou jij als ze door willen naar een individuele therapie, ken jij therapeuten? Nou ja, die zijn er wel, maar die zijn super bezet. Want het is echt vooral, ja, je moet je voorstellen, als jij in een proces zit, dan is dat belangrijk om op een gegeven moment in die eigen taal iets te kunnen uiten. Ja. Hoeft niet, hè, altijd, maar is wel. Dus dat zou al heel wat zijn. Het is hetzelfde verhaal als eigenlijk in alle, weet je, in heel veel velden, dat het belangrijk is dat het verkleurt. Maar ik denk dat er ook een besef... Ik denk dat het in het curriculum van opleidingen, interculturaliteit... Ik denk dat het er wel in zit, maar de vraag is, hoe zit het erin? Ja. En dat, ik denk dat daar wel een wereld in te winnen is, hoor. En mensen willen het ook heel graag. Ja. Het leren. Vooral mensen die in bijvoorbeeld bepaalde wijken gaan werken. Ja, die zullen wel moeten. Ja. Anders dan heb je echt een probleem. Ja, dan gaat dat niet. Want Wing, als je kijkt naar al die culturele perspectieven ook. Wat kunnen wij vanuit het Westen daarvan meenemen? Dat je denkt van, hé, dat is wel mooi om... hoe er gekeken wordt bijvoorbeeld naar... Vanuit het Westen, naar mentale gezondheid. Ja. Ik denk, wat ik nu natuurlijk een mooiere trend vind, of in ieder geval de mentale gezondheid bespreekbaar maken, dat is natuurlijk wel één. Dat daar ruimte voor is. Ik moest even nadenken over een voorbeeld van mijn moeder. Trouwens, even terug op de cultuur. Ja. Ik hoop dat je me vergeeft, mijn moeder. Maar zij vertelde mij, toen ik inderdaad opende over mijn eigen burn-out, toen vertelde zij dat zij ook een mindfulness cursus heeft gedaan. Oh, dat wist ik allemaal niet. Nee. En toen vroeg ik haar, nou, wat heb je eruit geleerd? En toen zei ze... Ja, niet zoveel, maar wel beter Nederlands. Oh, nee. Wat mooi. Maar het geeft wel aan van inderdaad, dus er is weinig in eigen taal. Ja. En daar denk ik dat het echt al nu natuurlijk met meer migranten, ook expats gewoon, die naar Amsterdam komen om in Nederland te wonen, gewoon weinig... Ja, weinig zorg voor. Ja, nou, dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie ervaringen, inzichten. Ook de Zoom-sprekers, ontzettend bedankt. En heel veel succes met de mooie initiatieven. Ik blijf lid hoor, Nora, van de groep. Echt. Naar de voorstelling. Het is zo waardevol dat jullie het verschil uitmaken. Want mentale gezondheid, ik zei het al in het begin, is een heel belangrijk thema. Daar moeten we over door blijven praten. Dit is alweer de laatste aflevering van Kopzorgen. De andere drie afleveringen kunt u terugkijken via de website van Pakhuis de Zwijger. En wil u nou een bijdrage voor deze avond leveren? Dan kan dat via de PS You Like door de QR-code te scannen. En ik was dit aan het voorbereiden. En toen vond ik een heel bijzonder gedicht die ik tot slot met jullie wil delen. Het heet Zoals vlinders vliegen, auteur Duif. Vrijheid kan niemand aan je geven. Het is slechts ruimte in je hoofd. De kunst om elke dag te leven zoals jij aan jezelf hebt beloofd.
heel veel succes. En voor iedereen die kijkt, die met mentale gezondheid te kampen heeft, praat erover. Want je staat er echt niet alleen voor.